Fijn dat je terug bent. Ja, daar komt die vraag. Een van de werkzame... Maar je hoort hier in dit project wel gelijk... als Adil vertelt en als Roberta vertelt en als Marjolein toelicht. Je hoort ze, je kan ze bijna afvinken, hè? Ja. 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 Ik denk het laatste verhaal van... verliefd zijn, ja. Lekker jezelf zijn. Dat is het begin. Daarna komen al die dingen vanzelf. Ja, ja. Dan ga je goed voor jezelf zorgen, noem maar op. Ja, dus ja, maar ook andersom. Als je lekker in je vel zit en als je al die stappen hebt gezet en al die groei hebt doorgemaakt, dan is er ook weer ruimte dat je van jezelf houdt en dat je straalt en dat je die liefde weer terugvindt. Ja. Ach, Monique, ik ben helemaal... Wat een prachtig... Match made in heaven. Ja, joh. Fantastisch. Ja, leuk. Ontzettend fijn dat jullie weer terug zijn. Thuis, stel je vragen aan het panel, want ze zitten hier nu nog. En als jullie het niet doen, moet ik het doen. Dus kom maar op. Monique, tot nu toe, wat zeg je van wat je hebt gezien hier op het podium? Ja, ik ben natuurlijk heel trots sowieso op het mooie onderzoek dat Lenneke en haar vrienden allemaal gedaan hebben. Ja. En ook op de mooie verhalen van Roberta en van Adil en Marjolein. En het is heel fijn om zo terug te kijken en ook te zien van dat heeft echt daadwerkelijk wat betekend voor mensen. Ja. En dat kunnen we nog niet altijd even hard maken in de cijfers. En dat wordt heel vaak gevraagd. Hè? Hoeveel, ja, cijfers. Ja, maar dat is volgens mij ook niet altijd... je ziet gewoon dat het soms ook echt maatwerk is die we eigenlijk wat collectiever moeten zien aan te pakken. En dat vertelde Marjolein net ook al over van hoe zou je dat nou kunnen doen. Dat vond ik heel mooi dat Adil net zei van het heeft mij gewoon de ruimte gegeven om wat meer tijd. En ik mocht aan die 400 deuren bij wijze van spreken aan gaan bellen. En dat zijn de dingen die wij ook voor onszelf heel erg duidelijk zijn geweest. Van doordat die ruimte, dus eigenlijk volgens mij wat die professionals heel erg nodig hebben. De lange adem, dus ook vaak en lang bezig mogen zijn, ook een beetje wat Lenneke straks vertelde. En het uitgaan van de behoeften en, wat leeft onder de gezinnen voor wie we het allemaal doen. En wij hadden het net heel even, voordat het webinar begon, er ook over. Dat dit zijn wel die werkzame mechanismen en die aanpak. Dit zijn wel dingen die je op veel thema's ziet terugkomen. Hè? Ja. We hebben het gehad over Stop met Roken webinar waar we het samen hebben gedaan. Ja. Ik doe veel op het gebied van werk en inkomen. Ja. Daar zie je ook dit soort aanpakken heel veel terugkomen. Ja. En een van de vragen die ik wilde stellen is van hoe zorg je nou dat dit soort werkzame mechanismen gewoon echt gewoon worden? Ja. Is het een kentering in het... in het kijken naar hoe je met mensen omgaat en hoe je je beleid inricht? Ik denk wel dat een van de... Het is niet voor niks dat je het zo vaak hoort. Dus iedereen loopt er een beetje tegenaan op verschillende aspecten. Ja. Dus dat is wel een van de dingen die wij ook zelf nu mee willen nemen. Want dit programma is eigenlijk bij deze webinarreeks afgerond. Maar we stoppen niet met dit thema. En we beginnen eigenlijk van volgend jaar een nieuw programma. Wat ook 10 jaar gaat lopen. Dus we hebben ook echt nu gedacht van we moeten ook langere adem hebben. Ja. En dan willen we juist ook die dingen van hoe kun je nou zorgen dat Adil structureel zo kan werken. Hoe kunnen we dat nou met z'n allen gaan oefenen? En hoe kunnen we dat? Want heel vaak is het ook een financiële kwestie. Hoe zorg je dan dat de financiële ruimte er ook is? Want hij moet inderdaad misschien wel een beetje het werk van een maatschappelijk werker gaan doen. Ja. Maar hij is eigenlijk geen maatschappelijk werk. Maar hoe zorg je dan dat dat allemaal meer met elkaar verbonden wordt? En die lessen willen we eigenlijk meenemen. En hoe we dat... En door in een aantal gebieden eigenlijk meer te gaan oefenen met hoe kun je dat nou doen? En dat goed te laten onderzoeken. Ja. En alle bewoners te betrekken. Ja. Dus al die aspecten die ik eigenlijk noem... Het is echt ontzettend nodig, omdat mensen nou eenmaal bewijs en getallen willen hebben. Ja. Maar Adil, wat heb jij nou nodig om dit zo je werk in te kunnen gaan richten? En is het... Want je zegt, ik ben eigenlijk een soort maatschappelijk werker af en toe. Maar is het nog wel zo dat je eigenlijk gewoon een functienaam moet hebben? Of is dit gewoon iets wat je doet en... Ja, nee, dat doe je gewoon. En, en dat is wel mooi door het project. Ja, ik voelde de vrijheid. Eigenlijk? Ja, ik ben eigenlijk welzijnswerker. Welzijn, oké. Ja. En, maar je voelde de vrijheid, je had de tijd. Je kon doorgaan. Als iemand belde, dan kon ik bij wijze van spreken, als ik geen afspraak had, gewoon binnen een kwartier staan. Nou, en je kon luisteren. Je kon er blijven zitten, de tijd geven. En daarbij is het vaak van, als ik dan in de gesprekken was, dan had je heel vaak mensen die zeiden van, er vertelden ze verhalen met hulpverleners, of bij de gemeente of wat dan ook. Ja, ik was niet op tijd, dus ging gelijk de deur dicht. Ja. In plaats van dat ze gingen vragen van, hoe komt het nou dat je niet op tijd was? Ja. Want er wordt altijd gelijk geoordeeld. En Ik denk dat het mooie in onze functie is, dat je kan doorvragen. En als je heel geïnteresseerd bent van, ja, vertel me dan, hoe werkt het dan bij jou? Ja, Adil, het zou toch super helpen dat als ze dan bij die andere medewerker komen, dat die op dezelfde manier kan werken als jij en de deur niet hoeft dicht te gooien, maar gewoon kan vragen, hé, waarom ben je te laat? Ja, ja. Alleen van, heel vaak, dat hebben we misschien zelf ook wel eens, heel vaak hebben we vooroordelen over een bepaalde situatie. En als jij 5 mensen hebt meegemaakt die zo zijn, zal de 6e ook wel zo zijn. Ja. Mensen waar ik mee werk in ieder geval, die zijn allemaal uniek. Zijn allemaal anders. En speciaal. Dus je moet ze ook allemaal... Dan heb je het weer. Het is het onvoorwaardelijk en oordeelloos luisteren. En het is toch... Adil, zijn het dan bepaalde mensen die dat gewoon beter kunnen? Ja, ik denk dat je dat niet kan leren. Dat het gewoon in een van je competenties moet zitten. Ja. Ja. Dus dan zouden eigenlijk dus gemeenten hun selectieprocedures moeten gaan aanpassen op bepaalde functies waar ze mensen zetten die kunnen luisteren. Goed, oordeelloos. Ja. 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 Ja, dat denk ik wel. Ja, toch? Dus, ja. En wij proberen ook wel binnen Goed bezig, proberen we ook wel die slag te maken. Want Marjolein is intern bij hun bezig om te kijken van hoe we daar naar binnen kunnen komen en hoe we voor de WIS kunnen bijscholen of veranderen of daarmee in discussie gaan. Ja, de WIS? Wet, inkomen en zorg. Oké. Okay. Ik weet ook niet alles, zo zie je maar weer. Nee. Dames en heren, Karine is ook gewoon, hè? We zien haar niet, maar ze hoort ons wel. Dus als er een vraag is aan Karine, dan kunnen we die ook gewoon stellen. Ik heb een paar vragen. De eerste vraag die wel belangrijk is, aan Sanne. Ben je nu weer aan het werk? En zo ja, welke stappen heb je hiervoor moeten zetten? Heb je natuurlijk al wel verteld, hè? Want je doet nu... huisartsondersteuner ben je, praktijkondersteuner, maar welke stappen heb je daarvoor moeten zetten? Eigenlijk heel lang moeten zeuren bij het UWV voor een opleiding. En uiteindelijk heb ik dan die opleiding kunnen doen. Alleen toen dacht het UWV, wacht even, als jij een opleiding kan doen van 8 uur per dag, dan gaan we ook eens even naar de rest kijken. En toen kwam ik wel in de problemen, want toen hadden ze dus in één keer zoiets van, dan kunnen we je ook goedkeuren, of in ieder geval gedeeltelijk goedkeuren. En het gevolg was eigenlijk dat ik moest stoppen met de opleiding, omdat ik gewoon in één keer gehalveerd werd in mijn inkomen. En dat is hun goed recht natuurlijk. Zij zien niet wat daar allemaal achter zit. Daar heb ik heel hard voor moeten knokken om alsnog de opleiding af te kunnen maken. En daarna ben ik zo snel mogelijk aan het werk gegaan. En wat is dan hard knokken? Want je hebt het ernaast moeten doen of je hebt met veel minder geld toe moeten doen? Ja, we hebben het met echt heel veel minder moeten doen. Dus net genoeg voor de vaste lasten en dan naast de opleiding. En mijn 2 verplichte stagedagen hielp ik dus ook nog als vrijwilliger bij de voedselbank. Waardoor ik daar dus een pakket mee kreeg. En daardoor kon ik het net redden. Ja, en mijn jongens die alle 2 een beperking hebben. Ja, dat vergeten we ook nog even te zeggen. Nee. Ze heeft ook gewoon nog 2 kinderen thuis die extra aandacht nodig hebben. Volgens mij kan je het gewoon samenvatten dat ze het heeft gedaan op karakter. En door gewoon niet op te geven en tanden erin te zetten. Maar dit geeft wel nog weer aan dat dus nog niet iedereen, niet alle systemen erop in zijn gericht om oordeelloos te luisteren en mensen te helpen bij de vraag die zij zelf hebben. Toch? Hier word jij een beetje kriebelig van. Ja, en wat ik altijd zo knap vind, en dat hoor ik nu weer. Ik heb 2 kinderen die gewoon overal normaal mee overweg kunnen, zeg maar. En op school gaat het goed, binnen de sport. Ze hebben vriendjes en noem maar op. Ze luisteren. Ondanks dat vind ik het opvoeden echt pittig. En ik heb er nog voor geleerd ook. Dus ik ben pedagogisch geschoold. Je zou het moeten kunnen. Ja. En als ik dan naar mijn ex kijk, die is als directeur op een basisschool. Samen vonden we het echt lastig. En dan denk ik van, als je niet voor geleerd hebt en je hebt kinderen die op een of andere manier iets mankeren of zo. Ja, hoe lastig is dat? En tegelijkertijd, als je bij elkaar komt, kun je ook... Ik heb dezelfde ervaring als jij. Ja. Maar gewoon zelf ook geleerd als moeder met jonge kinderen bij elkaar zitten. En gewoon die ideeën uitwisselen van hoe doe je dat, hoe pak je dat aan. Is heerlijk. Ja. Er hoeft niemand jou een lesje te leren, maar alleen al bij elkaar komen en dat uitwisselen. Dat is al heel fijn. Ja. Ja. Maar volgens mij gewoon ontzettend veel complimenten voor je... doorzettingsvermogen en je kracht en je power. En dat je niet hebt laten tegenhouden. Nee, ja. Altijd doorgaan. Ja, dan 24/7 bezig zijn. Maar ja, ook de kinderen hebben daarnaast gewoon hun aandacht nodig. Ja. En juist kinderen met een beperking. Ja. Dus dat, maar ja, ik raad het altijd aan iedereen aan van knok voor wat je wil. Ja. Ga niet bij de pakken neerzetten. Ik heb ook 10 jaar moeten zeuren bij het UWV voor een opleiding. En het gevoel, hè, want daar hebben wij het ook over gehad. Want ze zeiden nee, het gaat niks worden eigenlijk. Dat is simpelweg wat ze zeiden. En nu heb je gewoon een baan. Het verschil in gevoel, hoe voel je je dan? Ja, ik zit gewoon veel lekkerder in mijn vel. In plaats van dat ik thuis zit en een beetje aan het hangen ben. En van het ene vrijwilligerswerk naar het andere vrijwilligerswerk. Ben ik nu weer echt met patiënten bezig. Kan ik hun helpen. En maak ik weer veel meer deel uit van de maatschappij. Doordat ik gewoon in een bedrijf werk, in een huisartsenpraktijk dan. En ja, ik kom weer bij nascholingen. Ik volg nu weer een andere opleiding die mijn werkgever dan weer betaalt. En zo blijf je bezig. En ja, mooi, dat vind ik gewoon echt heel prettig. Het is niks voor mij thuis zitten en mijn hand ophouden. Dat wil niet zeggen dat iedereen met een uitkering natuurlijk of via thuis zit en zijn hand ophoudt. Maar voor mij voelde het zo, omdat ik het idee had van ik kan nog wel dingen. Ik ben niet afgeschreven op mijn 32e. Maar, nou, dat heb je wel bewezen. Wat een belangrijke vraag is, waar we het ook al over gehad hebben, is hoe gaan we nou zorgen dat de politiek ook snapt dat die extra aandacht nodig is? Nou, onderzoeksresultaten. Maar ik ben ook heel blij met het rapport wat vorige week uitgekomen is van de Raad voor Volksgezondheid en Maatschappij. Die dit eigenlijk ook heel erg ondersteunen, eigenlijk deze boodschap. En waarbij ook het idee is van, jongens, je kan niet zeggen tegen mensen van verander zelf nou je gezondheid. Daar zijn zoveel dingen die daar ook een rol bij spelen. Het hebben van een baan. Opvoedingsondersteuning, dat soort zaken. Er zijn zoveel andere dingen die er een rol bij spelen en daar moet je ook de aandacht voor hebben. Dat werd heel erg benadrukt. Dus ik denk dat dat fijn is als heel veel van die dingen zoals dit tegelijkertijd naar buiten komt, dat dat helder wordt, dat die aandacht er nodig is. Dat anders werken, maar ook dat die oprechte aandacht en ertoe doen, wat ook weer wat jij ook. Ja, en dan is er van Amber, die stelt een vraag. Past de vergoede gecombineerde leefstijlinterventie? Jullie weten wat ze zegt, hè? Ja. Sorry. Past de vergoede gecombineerde leefstijlinterventie goed bij jullie bevindingen? Met andere woorden, kan die helpen gezondheidsachterstanden te verkleinen? Aan jullie de vraag. Wil jij hem antwoorden? Nou, ik kan er wel in ieder geval vanuit mij, mag jij aanvullen. Wat ik in ieder geval zie is dat bij deze doelgroep het voortraject nog heel erg een rol speelt. En die gecombineerde leefstijlinterventie is natuurlijk een bewegen, een voedingscomponent. Maar al die voorliggende problemen en die context waar Lenneke op doelde, die moeten eerst georganiseerd worden. En dan kun je in zo'n GLI. Ja, GLI, staat er ook GLI, maar ik dacht, dat durf ik helemaal niet. Nee, dat is toch GLI eventueel wel doen. Maar het is niet, voor deze doelgroep is er meer nodig dan dat, denk ik. Ja. Een aanvulling? Nou, ik zou hetzelfde hebben geantwoord als Monique, dus dat is mooi. Maar in sommige gevallen, dus als je een goede relatie hebt, als dingen op orde zijn, dan kan zo'n GLI heel goed werken. Dan is het een programmaatje wat je kan helpen, of een programma eigenlijk, om verschillende stappen te nemen die dan ook gefinancierd zijn over bewegen. Maar dat sluit dan eigenlijk aan bij wat jij eerder zei, van je moet eerst even kijken waar je begint. Want soms moet er gewoon nog heel veel voorwerk gedaan worden. Ja, klopt. Ja, en dan wil ik eigenlijk de laatste vraag aan jullie allemaal, voordat we richting een einde gaan. De vraag uit het publiek aan Lenneke en aan Karine, maar eigenlijk aan iedereen. Karine, ik wil jou dan eigenlijk wel eerst eens even horen. Wat moet er volgens jou gebeuren om gezondheidsverschillen echt te verkleinen? Wat is je oproep aan het nieuwe kabinet? Oeh, dat is een grote vraag. Ja, ik denk als ik je er dan inhaal in die uitzending, dan vraag ik gelijk wat. Nou, ik ben echt onder de indruk wat dit programma heeft bereikt. Ik denk dat er hele mooie voorbeelden zijn gegeven van succesverhalen eigenlijk. Wat ik En aanvulling daarop zou willen zeggen is dat er ook heel veel voorbeelden zijn gekomen van dat uiteindelijk de omgeving ook heel belangrijk is in het vormen van het gedrag. Denk aan de marketing die werd genoemd of de prijs van gezonde voeding. Dus ik denk dat wat ik de politiek, als het dan toch een nieuw kabinet een oproep mag doen, is om veel meer te investeren. Ook in die omgeving gezonder te krijgen, zodat het voor de mensen waar we het hier in dit programma over hebben gehad ook gemakkelijker wordt om gezond. Ja, en niet alleen de mensen in dit programma, want dat is wat Marjolein ook terecht zei. Ja, wij denken toch ook als er staat op gezonde keuze dat het een gezonde keuze is. Nou, het is gewoon een minder slechte keuze. Ja. Toch soms? Ja, dat denk ik ook, ja. Dankjewel Karine voor deze mooie oproep aan het kabinet. Zal ik gewoon het rijtje afgaan voor oproepen aan het kabinet? Wat wil je van het kabinet? Nou, dat heel duidelijk dat niet alleen die gezonde leefstijl de aandacht moet hebben, maar ik ben het met Karine ook eens, ook heel erg hoe organiseren we dat met elkaar. Dus geef de mensen de ruimte om dat te doen. En die omgeving, ook de groene omgeving bijvoorbeeld, hoe bouw je wijken? Kan je heel vanzelfsprekend dat het makkelijker is om naar buiten te gaan, dingen samen te doen, elkaar te ontmoeten. Dat zijn allemaal aspecten die je nog ook kunt meenemen. Ja. Ja, ik kan nog heel veel dingen zeggen, maar ik noem even in ieder geval, maak ook plannen voor de lange termijn. Niet alleen maar voor 4 jaar of zo, maar zet een stip op de horizon en werk daar dan ook naartoe. Want we weten gewoon dat het een lange adem heeft. Ja, dus echt de beleidscycli ook. Wees je bewust van dat dit niet een succesje is wat je in deze kabinetsperiode gaat boeken, maar investeer in de toekomst. Ja. Investeren in de toekomst, ja, ik wil dan echt wel een pleidooi eigenlijk houden, waar nu geen tijd voor is, voor een basisinkomen voor iedereen. Ik denk dat je daarbij... Ik in ieder geval bijval hier. Dat je daarbij gewoon al een hele hoop voor mensen, een hele hoop spanningen over inkomen, over bepaalde dingen, allemaal weghaalt. Waardoor ze gewoon veel meer kans hebben om zich te ontplooien op de manier waarop zij dat willen. En niet hoeven knokken 10 jaar voor een opleiding, maar dan gewoon kunnen zeggen van ik wil graag die opleiding doen en het kunnen gaan doen. Mooi. Adil? Ja, ik denk dat je, laatste woord, hè? Dus ja, ik denk dat je van nou moet kijken van wat ze wel kunnen. Ja. En daarop in gaan zetten. Ja. Hoor ik je dan eigenlijk zeggen, kabinet, handel vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen? Kijk naar wat mensen kunnen in plaats van zeggen van heb je dit wel gedaan, heb je dat wel gedaan? Ja, want ze moeten zich al, naar onze maatstaven moeten ze zich natuurlijk voegen en verantwoorden. Ja. En ik denk van, er zitten echt heel veel kwaliteiten in mensen. Alleen we ontdekken ze niet altijd. En ze hebben altijd een negatief zelfbeeld. Nou, en hoe kan je dat veranderen? Ik denk dat je dan daardoor... Ik ben echt de voorstander van intrinsieke motivatie. Mm-hmm. Nou, en ik ga graag door met mensen die graag willen. Nou, en mensen die graag willen, van hoe kan je ze ondersteunen om uiteindelijk wel echt gezond te leven? Ja. En hoe kom je erachter wat iemand echt wil? En daar moet je tijd voor hebben. Ja, door er tijd voor te hebben en aandacht aan te besteden. Ja. Mooi hoor. Ja. Dankjewel. Mooie laatste woorden van het panel. Ja, we gaan nog even... ze zijn nog niet klaar, hè, dames en heren. Blijf nog even hangen, want we hebben straks natuurlijk nog de documentaire. Maar we gaan eerst even luisteren naar Ann Kusters, directeur FNO. Die nog even terugkijkt en vooruitblikt met ons. En dan komen we nog even bij mij terug. Mijn naam is Ann Kusters, directeur-bestuurder van FNO. En ik ben ongelooflijk trots op wat we de afgelopen jaren hebben kunnen neerzetten met ons programma Gezonde Toekomst Dichterbij. Het werken aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden is enorm taai, maar het kan wel. En dat hebben we kunnen laten zien, mede dankzij een mooi onderzoek en de inzet van allerlei mensen in de projecten en andere activiteiten die we hebben gedaan. En het is gaaf om te merken dat het dus inderdaad gaat om ruimte geven, ruimte aan de professional om te doen wat nodig is en ruimte aan de doelgroep zelf, omdat zij zelf heel goed weten wat hen zou kunnen helpen, misschien voorafgaand aan het werken aan gezondheid. En hen helpen om dat zichtbaar en georganiseerd te krijgen, dat helpt dan weer het terugdringen van die gezondheidsachterstanden. En omdat we nu behoorlijk wat geleerd hebben, maar ook duidelijk zien dat we nog niet zijn, gaan we nog verder. De komende 10 jaar, dan starten we een nieuw programma vanaf januari 2021. En ik hoop dat het enthousiasme en de enorme inzet en energie waar we heel veel van geleerd hebben en wat ook voor ons gemaakt heeft, dat we met plezier aan gewerkt hebben, dat we met al die energieke mensen ook in de toekomst kunnen blijven doorwerken. Dus nogmaals dank aan iedereen die zich heeft ingezet en ik hoop tot snel weerziens. Nou, dat waren hele mooie woorden van Ann. Een mooie afsluiting ook van dit eerste webinar in de serie van 5. Volgende week, 13 oktober, om 3 uur is aflevering 2. En dan gaat het over het betrekken van die bewoners. Hoe doe je dat nu? Dus zorg dat je erbij bent, dan in ieder geval. Maar blijf nu even hangen, want het is zover. De première van de documentaire Vetarm. En ja, ik wil je eigenlijk vragen, neem even die 10 minuten de tijd om te kijken. Maar neem ook in je achterhoofd de werkzame mechanismen die Lenneke net met ons heeft gedeeld. En probeer je te bedenken, wat zou nou de volgende stap kunnen zijn die jij vanuit jouw professie zou kunnen zetten en zou moeten doen? Hoe zou je Tineke kunnen helpen? Geniet van de documentaire. Ik vond het heel fijn dat u er allemaal was. En ik kijk uit naar de volgende aflevering. Tot de 13e. Is dit goed? Ja. Ja, kort weer hè? Ja, lekker kort. Maar ik vond het nog niet eens zo heel lang hoor. Nou, het stond armoedig, piekerig. Ja? Ja. Ja. Kijk, wat druk. Daar zaten wij vroeger ook gewoon tussen. Ja. Ja, toen was er niks in de hand. Nee. Roken we ook in het zwembad. Zo. Ja. Maar als je nou weer die spul gaat halen, moet je nummer 50 nemen. Jij verbrandt veel te gauw. Ja. Kun je even over me daar wrijven en mijn nek insmeren? Mag dat? Heb je de ziekte van corona? Niet te ver. Ze trekt me helemaal naar beneden. Ja, ik kan het goed er niet bij. Nou, nooit gedacht dat het had 10 keer ingesneden worden. Ik zet geen eens een wekker, maar ik ben soms al om 5 uur beneden. Ik heb geen structuur in mijn leven. Ik hoef in principe niet te staan. Ik heb altijd in principe vakantie. En dat is best wel nu soms toch wel moeilijk dat je dan negatieve of depressieve klachten daarvan hebt. Ja. En je ziet het bij mij niet, want ik ben natuurlijk een vrolijke dikzak. En achter die lach gaat misschien best wel verdriet schuil. Ik heb hier nog een 50je. Ik loop ook bij de kledingbank. Oh, dat vond ik ook wel moeilijk. Ja, ik hou niet van alles. Nee. Hun proberen toch van ja, maar dan moet je passen, dat staat wel. 5 keer XL. Wel, dat denk ik wel. Tuurlijk, het is een hele grote, kijk eens. En dat is een beetje ook ja, je eigen waarde dan. Als ik iets niet wil, wil ik het niet. Al is het voor thuis alleen maar, weet je. Leuk hè? Ja. Mijn oog is heel groot. Maar Tineke is ook groot. Nee, nee. Nee? Nee, dan wordt het... Nee. Zie je, dan denk je, oh, het is heel groot en dan... Ja. Oh, nee joh. Valt tegen, hè? Ja. Als je dat dan zo inderdaad ziet, hè? Ja, ja. Hm? Ja. Moet je proberen? Maar dat pas ik wel. En heb ik hem ook nog in het rood. Misschien ook wel leuk. Is ook het... Ja. Onder het grijs is ook leuk. Hier staat 54 in. Heb jij ook een mooie schoen, Karine? Kijk, hier kom ik ook niet in. Ja, dat is een hele mooie. Dan heb je kans dat ik de elastieken niet pas. Ja, ik vind het zo teleurstellend, want ik weet gewoon dat het niet zo lukt. Hé, kom er wel in. Ja, een hele mooie. Kom er wel in. Ik heb hier nog een 43. Ik kom er gewoon in. Hé. Wil je twee ook even passen? Nou. Dat mag even. Ziggo, hoeveel zat daar? Toen ging dit eraf. 14, ik kan wel meer rekenen. 65, 95. Nou, daar blijft er niet zoveel over. Die gaat er ook af. 9, 6, 1. Oh. Nou, nog steeds positief. Maar niet genoeg voor de boodschappen. Daarna hebben we de voedselbank wel weer hard nodig. Terwijl ik nog van de zomer zei, misschien hoeft het niet meer. Maar ja. Maar dat is geen 1,5 meter, hè? Hey. Een meter. Zo, meter. Zo, 1,5 meter. Hoi. We hebben geen nummertjes. Ik ben natuurlijk alleenstaande moeder. En waarschijnlijk is dat ook wel de reden geweest dat ik altijd maar doorgegaan ben. En als ze weg waren, het weekend, dan ging ik wel wat lekkere dingen kopen om jezelf te troosten. Volgende. Gebakje, niet 1, maar 2. Het is een beetje raar als je 1 koopt. Allemaal lekkere dingen. Paprika, boter, brood, vleeswaren, houdbare melk en chippies en chocola en een toetje. En drinken, en kaas, en 3 potten Helma, mayo. Ik heb 3 dozen pasta. Nou, pasta. Maar ik ben geen pasta koningin. Je kan niet elke dag pasta eten, want daar word je ook dik van. Dus dat gebeurt 1 keer in de week, ongeveer. Dus ik doe altijd pas boodschappen. Meestal, als ik geweest ben. En dan ga ik kijken, wat moet ik kopen, wat kan ik maken. En meestal is op donderdag al een makkelijke dag. Eigenlijk. Omdat ik best wel veel energie kwijt ben. Met de voorbereiding, het rijden. En daar wachten. En sjouwen. En weer terug. En uitpakken. En opruimen. Daar heb ik ook niet zoveel zin meer om te koken. Lekker, hè? Saans aan mijn eerste. Vind ik het lekkerst. Maar dat gewicht wat ik meezeul is natuurlijk nergens goed voor. En dat ik dus ziek werd, dus echt ziek werd. Nou ja, je eet niet, je drinkt niet, dus dat gaat het wel heel snel. Ik heb 21 dagen op IC gelegen. Ik had een dubbele longontsteking. Ik moest ook aan de beademing. Ik heb wel gehoord dat alle broers en zusters zijn geweest. Omdat ze dachten van dat het echt heel fout ging aflopen. En dat heb ik ook gezegd tegen mijn zus, ook in het ziekenhuis. Ja, ik ga het allemaal anders doen hoor. Ik ga fans zoeken en ik ga op vakantie alleen en ik ga alleen dit doen en dat doen. En toen kwam ik thuis. Ja, je valt zo snel in je oude ritme. Ik loop nog steeds met mijn rollator. Ik zie het zelf niet dat het beter zou worden. Ik moest gezwachteld worden door de thuiszorg. Toen vroeg ze, hoe vind je het leven? Ik heb gezegd van mij hoeft het niet meer. Ik denk dat die zo moet, ja. Dan zou zomaar kunnen dat die, en dat zijn de twee bovenkantjes de hoek. Het zou zomaar kunnen dat dat zo moet, zo. Zo. We proberen nog wat van het leven te maken. Mijn puzzel, met mijn dingetje en mijn datje.